Op 28 januari haalden ze de gouden leeftijd van 80 jaar. Die in Amstelveen opgegroeide Sjoukje Dijkstra. Die in 1964 goud won tijdens de Olympische Spelen in Innsbruck met kunstrijden. Ze werd in één klap een beroemde Nederlander. Nu, 58 jaar later, is de veelvoudig Nederlands, Europees en wereldkampioene het stralende middelpunt tijdens de opening van een tentoonstelling over haar succes. De Vereniging Historisch Amstelveen maakte gebruik van het enorme archief van Dijkstra en zet op passende wijze de indrukwekkende carrière van Dijkstra neer. Nou, ik vond het fantastisch toen ze dus kwamen met het idee, maar het zou al in december zijn. Maar door corona ging het allemaal niet door, dat was wel jammer. Maar het is nu toch, en ik vind het fantastisch. Dat Amstelveen dit voor me doet, vind ik heel erg fijn. Ze was ook direct toen ik haar vorig jaar belde en zei van dat ik dit van plan was, of ze daar interesse in had. Toen was ze gelijk van, oh Jos, wat vind ik dat ontzettend leuk. Nou, en zo heel erg vaak had er op de Jabedebaan wel een paar keer gesproken en ontmoet. Maar zo verder ook niet zo heel veel of intensief. En dan is het ijs gelijk gebroken als je zo iemand spreekt. Het viel me op hoe enthousiast u nog bent over Amstelveen. En niet alleen Amstelveen, maar ook de mensen. Bij leven bent u allemaal een legende. Dat overkomt niet veel mensen. Alhoewel er hier nog meer kampioenen in Amstelveen hebben wonen. Hè? Sven Kramer noem ik maar even. Toch zeer trots dat u hier bent. U bent geboren in Akkrum in Friesland. Maar groeide op in Amstelveen. En daarom een beetje van ons. Ik zei er net al iets over. En zo voelen we dat ook echt. Ook als burgemeester wat jonger zijn dan u, zo ziek. Fijn dat u hier bent nogmaals. Hoe is het om uw talenten van vroeger weer te zien? Fantastisch. Ja, ik heb ze altijd in de gaten gehouden. En ik ben niet lang weg geweest. En zij hebben mij ook in de gaten gehouden. Dus we kennen elkaar. Want ik las in de verhalen dat er toen een hele erge discussie was of er een Sjoukje Dijkstra-laan of weg moest komen. Maar die kwam er niet, hè? Nee, want ze zeggen dan, dan moet iemand overleden zijn en dan doen we het pas. Nou, ik leef nog. Ja, daarom, gelukkig. U ziet er prima uit, ja. Want u bent dit jaar, het is ook dit jaar omdat u 80 bent geworden. Ja, een gouden leeftijd. Ja, nou, ik had nooit gedacht dat ik zo oud zou worden. Maar ja, ik leef nog. Ja, ik hoop nog even door te leven, zodat ik in de volgende Olympische Spelen mee kan maken. En die zijn in Cortina en in Milaan. Dus daar zou ik graag heen willen gaan. Omdat dan is de cirkel rond. Ik ben bij de eerste Olympische Spelen was ik 14 jaar in Cortina de Pesta. Dus het zou heel leuk zijn. Dus ik hoop dat ik het gegund heb dat ik nog tot dan mag leven. Goedenavond, hier is Amstelveen. En nu, om ongeveer 10 minuten voor 7, nog vrij rustig Amstelveen. Maar dat zal over ruim een uur bepaald wel anders worden. Amstelveen gaat namelijk straks Sjoukje Dijkstra huldigen. En dat is niet de eerste keer, u weet dat. Er bestaat zelfs een speciaal comité uit de bevolking van dit grote dorp onder de rook van Amsterdam dat deze huldigingen organiseert. En dat comité heet doodleuk Comité Sjoukje. Kunt u zich de huldiging in Amstelveen nog herinneren? Daar herinner ik me nu heel graag aan. Op dat moment dat het allemaal gebeurde, was het natuurlijk in een roes. En ik vind het, ja, als ik de foto's zie, vind ik het fantastisch wat ze allemaal gedaan hebben. Ja, het was heel mooi. Want ik las terug in het verhaal van Jos Pronk dat er politie was, want er waren veel te veel mensen en dranghekken. Was het zo hectisch? Verschrikkelijk, ja. En daar hebben we later bij de douane wel last van gehad, want die waren eigenlijk boos op ons. Dat er zoveel mensen waren opeens. Dus die gingen onze bagage helemaal nakijken en weet ik allemaal of we wel wat meebrachten. Wat leuk dat u er bent in Amstelveen op deze tentoonstelling. Die ook natuurlijk een enorme promotie is voor het kunstrijden. Ja, nou ja, het kunstrijden gaat gelukkig weer een stukje beter. En het is natuurlijk heel leuk dat Sjoukje nu geëerd wordt hier. En dat ik ook uitgenodigd werd. Maar ja, we zien elkaar natuurlijk wel vaker. En we horen elkaar toch zeker 2-3 keer in de week. Dus het is niet dat we vreemden voor elkaar geworden zijn, nee. Wat ik heel grappig vind om te horen, u zegt nog steeds de meisjes. Ziet u ze ook nog steeds? Ze zijn allebei 80 inmiddels. Ja, dat vond ik zo mooi. Ik heb ook een heel kapitel ingesproken. Dat de meisjes, dat was fantastisch. Ja. Het blijven uw meisjes. Meisjes, ja.
ja, we zijn allebei sportieve meiden. En ik accepteerde het. In het begin was ik dus beter dan Sjoukje, toen is ze mij voorbij gegaan. Ja, en dat heb ik geaccepteerd, omdat ja, het was niet anders. En de jury deed ook zijn werk. En ik heb nooit kunnen zeggen van, hé, hey, ik ben bedrogen of zo. Dus ja, dat moet je dan gewoon accepteren. En daar moet je niet boos om worden. Dat is c'est la vie. Wat is het pronkstuk hier? Ik denk wel de dingen die we uit haar collectie hebben mogen halen bij NOC-NSF. Dat harlekijnjurkje, dat mutsje erbij, de kunstschaatsen en de mascotte die ze altijd bij zich heeft gedragen. En ja, in het bijzonder zou je nog een foto van haar hand moeten nemen. Want ze heeft een ring om haar vinger die ze heeft gekregen van de ondernemersvereniging in Amstelveen. En die heeft ze altijd haar leven lang, overal is ze die blijven dragen. Die heeft ze in de jaren 60 al gekregen. Ja, ja, dus vraag me of je haar hand mag fotograferen. Want ik heb vanmiddag nog bij de lunch gekeken en ze had hem nog om. Hoe kijkt u terug op die tijd? Ik vind de sport heeft mij heel veel meegegeven. Anders had ik de top niet bereikt. Het geeft je ja, een heel andere kijk op het leven. De volgende dag kan weer beter zijn. En je moet niet zo gauw opgeven en altijd positief blijven. En doorzetten. Ja, dat is in deze tijd ook wel gewenst eigenlijk. Dat heb je wel nodig, ja. Ja. Dus daar heeft u wel profijt, uw hele leven eigenlijk profijt van. Mijn hele leven wel, ja. 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 De tentoonstelling is iedere zaterdag en zondag tussen 2 en 5 uur te bezoeken in het pand van Vereniging Historisch Amstelveen aan de Orion in Middenhoven. De tentoonstelling loopt tot en met zondag 3 april.